Rennen is niks voor mij. Maar deze mensen doen het voor het goede doel. Kijk het twee, rent mee. Ik ben Harry van den Broeke, ik kom uit Breskens en ik regel het verkeer hier voor de mina Roopwielen. En zijn er al veel langsgekomen? Ja, ik denk een stuk of 15 naar de 20. Ik weet niet precies. Er zit ontzettend veel verschil tussen omdat ze waarschijnlijk in Aardenburg verkeerd lopen. Dus. En hoeveel teams zijn er? In totaal 26. Dus er moeten er nog een stuk of 10 langskomen? Ik denk het wel. Dus. En langs waar gaat de route overal? Dan gaan ze naar Sluis en dan gaan ze van Sluis naar Zuid-Zande, Roede, Breskens, IJzendeke en dan weer terug naar Roodburg. Oké. Ongeveer 60 kilometer. Gaat het goed? Ja, best wel. Zijn jullie nog niet mes gelopen? Ja, wel 2 keer. 6 kilometer in totaal. Dus best wel veel. En waarom zijn jullie dan mes gelopen? Ja, we hebben verkeerde pijltjes gevolgd. Ben je al moe? Nee, want we hebben nog maar een klein stukje gelopen. En voor wat is de mini Europa dan eigenlijk? We halen geld op voor een goed doel en voor de stellen, voor bedden voor mensen die ziek zijn of oud zijn. En heb je zelf ook al veel gelopen of minder dan de rest? Ik heb iets minder gelopen omdat we verkeerd waren gelopen, maar nu is het lopen weer goed. Hoeveel kinderen zitten er bij jullie in het team? 8. En hebben ze ook allemaal al gelopen? Ja. Is het een lange tocht? Ja, best wel. 60 kilometer. En is het ook zwaar of ben je nog niet moe? Nee, ik ben niet moe. Wat doet u hier? Ik doe mee aan de Europa-run, maar niet als loper, maar als helper van de EHBO. En zijn er al gewonden gekomen? Nou, voor ze vertrokken hebben we al iemand met blijn, met een blaar, maar dat is nu verder nog niet. En er is ook nog niemand die nu in de auto zat waar het nu wel mee gaat? Nee, het gaat allemaal heel goed. Het is lekker weer en ze lopen allemaal lekker soepel, dus het gaat allemaal heel goed. En zitten er ook nog op andere plaatsen EHBO'ers? Ja, er zitten overal op de posten zitten de EHBO'ers. Ja, wat doe jij hier eigenlijk? Want je rent niet mee. Nee, dat klopt. Ik zit samen met de perkers zitten we in de volgwagen van als er mensen uitvallen om dan erachteraan te gaan. En is er ook al iets gebeurd wat niet de bedoeling was? Ja, er was een groep of 2, 3 die was richting Maldenham gelopen, maar dat mensen terug in gaan. Dus daar hebben wij ook gezeten, maar hoe kan dat dan dat die daar zaten? Er was een andere vereniging of organisatie die had dezelfde pijltjes gehad op een andere richting. Vind je het leuk? Ja. En heb je al veel gelopen? Ja, best wel. Zit je ook al over de helft? Volgens mij nog niet. Oké, en voor wat is het geld wat jullie ophalen? Ik dacht voor mensen, voor bedden. Voor speciale bedden voor oudere mensen. Hoeveel meter ren je per keer? 1 kilometer, 1000 meter denk ik. En heb je al vaker meegedaan? Vorig jaar in groep 8 nog een keer, ja. En is het toch nog steeds zo leuk?
ja, het is eigenlijk leuker. Omdat ja, je zit met nieuwe kinderen die je niet zo lang kent. Maar het is ook veel leuker. Het is een andere route en ja, alles is gewoon leuker. Na 60 kilometer lopen en voor sommigen nog een omweg in België, was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.